Deze corner ingestudeerd. Engels, dat is een kans. En zo slecht schiet hij niet, de topscorer van Roda. Blind. Frenkie de Jong. Tadic kiest voor de bal richting Huntelaar. Daarachter Neres, want Huntelaar lag op de grond. En wat zegt Guzebuyuk? Die zegt strafschop. Overtreding ten opzichte van Klaas-Jan Huntelaar. En geen videoscheidsrechter vandaag om dat te corrigeren. Geen herhaling voor de scheidsrechter, wel voor ons. Huntelaar. Ja, daar is wel heel licht contact. En je kunt dat beoordelen als overtreding van Richard Jensen. Tadic achter de bal. Oog in oog met Radomir Novakovic, die 18-jarige keeper. 13e minuut. Dusan Tadic en Ajax staat met 1-0 voor. Sneu voor Roda, dat best behoorlijk aan de wedstrijd begon. Tadic miste dit seizoen natuurlijk wel een keer een penalty. Ja, er is echt heel licht contact met de linkerhand van Richard Jensen. Schuurs heeft een geweldig afstandsschot en probeert het hier ook. Ja, schoot er vorig seizoen de een na de ander in voor Fortuna Sittard in de eerste divisie. Van Steenkisten. El Makrini. Ja, hier zit wat in voor Roda. Engels uit stand. En de redding van Lamprou. Zo doet Roda wat het kan. Is dat misschien niet zo ontzettend veel. Maar het is in ieder geval een schot tussen de palen. Neres. Ja, het is een voorzet, maar uiteindelijk moet Novakovic ingrijpen. Was de bal denk ik wel naast gegaan. Was de voorzet misschien wat te scherp. Van David Neres. Eiting laat zich aftroeven door El Makrini en dan goed meteen diep gespeeld. Weer zo'n situatie voor Mario Engels waar hij misschien wat mee kan. Engels, ja, hij is er langs bij Blind en laat hij zich hier dan vallen. Ja, dat doet hij. Maar er komt wel een penalty voor Roda. Ook hier gaat de bal op de stip. Goeie actie natuurlijk van die Duitser. Langs Blind. Dan moet hij aanzetten en volgt de botsing met Kostas Lamprou. Ja, ik vind dit ook geen penalty. Paulussen voor 1-1. Het is 1-1. 10 minuten voor rust. Eigenlijk gewoon door het midden blijft Lamprou staan, dan pakt hij hem. En of Roda meer weerstand kan bieden dan de Graafschap. Nou, in ieder geval wel in de eerste helft, want het staat 1-1. Heuber komt nu vrij, dat is wel een goede paas. En daar was Huntelaar voor het doel. Gevaarlijkste Ajax-aanval in de tweede helft. Hij grijpt dus in, Erik ten Hag. Labiat en Heuber gaan er zo dadelijk vanaf. De Ligt en Dolberg erbij. De Jong. Handig balletje van Blind op Dolberg. De Ligt gaat maar eens schieten. En dan is de keeper niet zo zeker. Daar is Novakovic niet zo zeker van zijn zaak. Huntelaar kaatst. In combinatie met Eiting, Dolberg. En die bal wordt nog aangeraakt. Maar de keeper heeft hem in twee keer, Novakovic. Dat is wel fijn voor de keeper. Vlak na die wat onzekere redding. Dat hij dit uiteindelijk wel voor elkaar krijgt. Zonder steun van een van zijn verdedigers. Voorzet Christensen. Huntelaar probeert te verlengen. Tadic. De aanname is niet ideaal. Blind met de buitenkant. De Ligt. Geen ruimte om met een verwoestend schot te komen. Niet voor De Ligt, niet voor Schuurs. Neres, goed aangespeeld door Schuurs. Is er toch niet vaak langs geweest vanavond? David Neres. Wij van Steenkisten. Eiting. Dolberg.
Had hem perfect klaar kunnen koppen voor Huntelaar, maar hij kiest voor een kopbal op doel. 1-1 na 90 minuten hier in Kerkrade. 90 minuten en een beetje. Geen doelpunten in de tweede helft. En dus overwerk voor vooral Ajax natuurlijk. Een wissel bij Ajax aan het begin van de eerste helft van de verlenging. Tjerny komt erin voor David Neres. Huntelaar, Dolberg. Moet hard werken om een beetje de bal vrij te kunnen maken. Kasper Dolberg krijgt hier geen vrije trap van Geuzebuurk. Dus is Roda weg. Hier gaat Engels. Dan komt hij los. Is dit geen overtreding? Klaarblijkelijk, want het fluitje van Geuzebuurk klinkt niet. Geen overtreding van Per Schuurs. Schouderduw, zo geeft de scheidsrechter aan. En daar is Engels het absoluut niet mee eens. Van Steenkisten. Soeren mee op. Weggekopt. Deli Blind. Natic. Dat is een beste bal. Controle met de borst. Kappen, draaien en Lamproen met de redding. Op de inzet van Mart Reemans, die zoveel goed doet hier. Alleen verzuimt om de bal tegen de touwen te schieten. Roda is in de eerste helft van de verlenging gevaarlijker geweest dan zo'n beetje in de hele wedstrijd. Paulussen richting verre hoek. Redding Lamproen. Mooie uithaal van Mitchell Paulussen. Voorzet Tadic. Tjerny, Christensen. En daar is hij niet. Wat een redding, zegt van Novakovic op de kopbal van Dolberg. 100% kans voor Kasper Dolberg. En een geweldige reactie van die 18-jarige doelman. Nu komt Onana. Als vervanger dus van Lamproen. Voor de strafschoppenserie die eraan zit te komen. Tjerny, Christensen, Václav Tjerny, Tjerny en nog bijna Huntelaar. En dus gaan we strafschoppen nemen hier in Kerkrade. De strafschoppen die genomen gaan worden volgens het ABBA-principe. Dusan Tadic, zonder twijfel. Mario Engels. Oh! Onana hoeft niet eens te redden, want Engels schiet hem gewoon over. Dan krijg je dus meteen de kans om hem wel raak te schieten, Paulussen. Maar voel je denk ik wel de druk? Ja, Onana pakt hem! Onana pakt hem! Zo ziet het er voor Ajax ineens wel heel erg rooskleurig uit. Klaas, Jan. Huntelaar. Voor de tweede keer raak. Matthijs de Ligt. Dat is niet echt lekker geschoten. Nu Gnjatic. Wordt het verschil 1. Ja, dat wordt het. Zo is er weer spanning. Verburg, het staat gelijk. Maar Ajax heeft natuurlijk nog wel een strafschop over. Dolberg of Novakovic. Het wordt Dolberg. En Ajax staat weer voor. Deli Blind. Och, via de voeten van Novakovic. Maar het is genoeg. En zo verslaat Ajax uiteindelijk Roda. Na strafschoppen. De beslissende penalty van Deli Blind. Zoals zijn vader het ooit deed toen het om iets groters ging, om de wereldbeker. Maar het is de beslissende. Gaat Ajax toch naar de kwartfinale van het bekertoernooi.